Hier volgt een extra uitzending van de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Een groep zwaar bewapende Zuid-Molukkers heeft zojuist een trein overvallen. Ter hoogte van Werster maakten zij zich omstreeks 9:15 meester van de stoptrein Groningen-Zwolle. De politie heeft het hele gebied rondom de gegijzelde trein afgezet. Tot zover dit bericht. Trein 734 wordt dinsdag 2 december even na 10 uur bij Werster tot stoppen gedwongen door 7 Zuid-Molukkers, die zo meer aandacht wilden vragen voor een republiek, de RMS. Er zitten zeker 62 mensen in de trein. Een 30-tal passagiers kan later ontsnappen, omdat ze niet worden bewaakt. Die eerste dag wordt machinist Braam doodgeschoten als hij zich verzet. Soldaat Bulter ondergaat hetzelfde lot. Hun lichamen zullen nog dagen langs de spoorlijn liggen. De regering weigert pertinent de bus en het vliegtuig waarom de kapers vragen. Volgens de gijzelaars heeft het kabinet de Zuid-Molukkers toch te lang in de waan gelaten dat ze hun zin zouden krijgen. De dood van Bierling donderdag om 12:30 had volgens hen voorkomen kunnen worden. De trein die stond kilometers van Bijlen af midden in het veld. De eerste meldingen kwamen van een politieman die die trein had zien staan en dacht dat die trein was opgehouden doordat er een koe op de rails was geweest. En ik zat in de keuken te koffie drinken. En toen zag ik een auto aankomen. Ik denk, nou, wat moet die auto hier? En toen loop ik de gang in en ik kijk door het raampje van de voordeur en toen kwamen er 3 mannen en die kwamen een tegenpad oprennen. Ik denk, trek de deur maar open, want er is vast wat bijzonders. Toen kwamen ze binnenrennen, mogen wij even bellen, want er is een trein overvallen. Ik zeg, nou, hier is de hangende telefoon, maar die hangt precies recht voor de, ja, voor de deur. Ik zeg, ga uw gang. Ik herinner me nog dat Wim van Leeuwen had het ochtendblad onder de arm en ik had mijn handtasje. En we stapten in de auto en we gingen. Ik zei tegen Wim, waar ligt dat eigenlijk, Werster? Dat wist ik niet eens. Ja, ergens in Drenthe, zei hij, maar dat vinden we wel. Er waren 2 treinstellen. Ze hebben het ene treinstel gegijzeld en het andere is leeggelopen. Er was natuurlijk niet te eten of te drinken. En de toiletten waren ook gauw mis. En ze hebben al heel gauw de beugel laten zakken, zodat er geen stroom meer kwam. En dat betekende ook dat er geen verwarming meer kwam. Na korte tijd laten de kapers enkele passagiers vrij en geven ze een brief met de eisen mee. Deze brief wordt om 11:29 ontvangen door de burgemeester van Bijlen. Hier volgt een extra uitzending van de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Volgens een woordvoerder in het beleidscentrum in Bijlen eisen de kapers van de trein een bus naar Schiphol waar een vliegtuig klaar moet staan om hen ergens, niet is gezegd waar, naartoe te brengen. De tekst van die eisen is in het Nederlands gesteld. Het ultimatum loopt af om 12:15. Vanuit het beleidscentrum is bij de kapers aangedrongen op uitstel van dat ultimatum. Wij eisen een reisbus van de reisbureau Ratering uit Bijlen, waarvan de zitbanken zijn weggehaald en voorzien van gordijnen plus een chauffeur. Wij eisen van de Nederlandse regering dat er een vliegtuig klaar staat voor ons op het vliegveld te Schiphol. Wij eisen dat voor 12:45 aan onze eisen voldaan zal worden. Anders knallen wij een van de gijzelaars dood om 13:00 en de daaropvolgende halve uren elke keer 1. Dus er zijn 3 doden om 14:30. Voor zover ik weet was het enige draaiboek wat we hadden, dat was opgesteld na de gijzelingen in München. Dat regelde eigenlijk alleen wie moest gewaarschuwd worden, in welk stadium en welke bijstand moest ingezet worden en zo. Maar geen interactie. Daar was niks voor.
In de eerste plaats moest er een bus komen volgens de daders. En die wilden ze ook zien. Dus die is neergezet. En toen intussen zei dus de onderhandeling, want ze moesten niet alleen de bus. Ze wilden dus met die bus ook natuurlijk verder. Ze wilden naar Schiphol. U ziet dat alle plaatsen in de bus zijn verwijderd. Er zijn geen stoelen meer in. Speciale bescherming voor je, de ruiten is er niet getroffen. De gordijntjes die er waren, die hangen er nog. Onze eerste zorg was natuurlijk niet het beleidscentrum, maar de pers. Zorgen voor een locatie voor de pers, zorgen dat er telefoonverbindingen zouden komen. Dus in dat gemeentehuisje was intussen ontruimd. Op de bovenverdieping zat het beleidscentrum, wat dan de raadzaal was. Beneden, waar de gemeentelijke diensten gevestigd waren, was ontruimd en dat werd het perscentrum. De Molukse problematiek was men in het buitenland helemaal niet op de hoogte. Ik herinner me nog dat een man van American Broadcasting Company, die kwam en die zei: "Where the hell are the Molukkans? We've correspondents all over the world. We've never heard of them." Naar Wijster toe gaan was natuurlijk toen al niet meer mogelijk, omdat de zaak al vrij behoorlijk was afgeschermd. Ik weet, we hadden een correspondent die daar uit de buurt vandaan kwam. En die had een contact vlak bij het spoor. Dus dat was dan in dit geval die boerderij. En ben toen in de auto van die man ben ik dus naar de boerderij gereden. Het blik op de trein was vrij sumier. Je kon eigenlijk heel weinig zien. Ik had een plek gevonden in een schuur. In een oud varkenskot. En daar ben ik toen mijn spullen gaan opstellen. En toen bleek dat Stabbebelt had restlichtcamera. En dat was dus eigenlijk toch wel ook vreselijk gunstig voor de politie die dat niet had. En toen is de deal gesloten dat hij dan mocht blijven zitten als de politie ook van die camera gebruik mocht maken. Je had een trein die afgeplakt was met één compartiment. Dat was het voorste compartiment. En daar zat onder meer ook een bagageruimte in met een dubbele schuifdeur. Nou, dat was de enige wat niet afgeplakt was. Dus, en daar kon je nog wel eens een keer iemand doorheen zien lopen. En dat waren natuurlijk, dat waren dus de kapers. Het is nu 9:30. Het eerste contact van deze ochtend tussen politie en de kapers in de trein is inmiddels op niks uitgelopen. Een Zuid-Molukse onderhandelaar die voor de autoriteiten een aantal voorwaarden stelde voor overgave aan de Zuid-Molukkers in de trein, heeft in plaats van een bevestigend antwoord een salvo uit de geweren vanuit de trein gekregen. Het is 3,5 minuten over 1. Dit is de Hilversum 3. En ik denk dat we wat nieuws hebben, zowel uit Amsterdam of uit Bijlen. Ja, Tom Mulder, hier is even ten Appel in het crisiscentrum in Bijlen. Deze boodschap die moet aan het Nederlandse volk worden overgebracht. En het komt ongeveer hierop neer dat de Zuid-Molukse jongeren, de terroristen dus in de trein, zich achteruitgesteld voelen door Nederland. Er staat onderin, ik zal het even citeren, en ook omdat het Nederlandse volk haar stem niet heeft laten horen toen op 25 november 1975 koningin Juliana, dat is dus bij de onafhankelijkheid van Suriname, gezegd heeft dat ieder volk recht heeft op onafhankelijkheid. En dat staat. Maar indien ik met zekerheid had geweten dat het niet publiceren van die verklaring de dood van een gijzelaar tot gevolg zou hebben gehad, dan hadden we het wel gedaan. Ja, als ik me goed herinner was het op Sinterklaasavond. En dat er op de ruiten gebonkt werd. En dat de aalmoezenier van de mariniers als Sinterklaas verkleed voor het raam stond. En op datzelfde moment hoor je dan zingen van Sinterklaas, je kom maar binnen met je knecht. En dan, ja, dat is ook de realiteit van het moment natuurlijk. Wordt er plotseling vanuit het veld gemeld explosie in de trein. En toen bleek dus dat er een Uzi van een van de treinkapers af was gegaan. Daar waren patronen in het bagagerek geschoten. En dat was gericocheerd, dat schot, in het oog van de treinkaper. Zeven dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren
stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerste er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers, die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten. In de loop van de avond werden in Bijlen, waar direct een beleidscentrum was ingericht, versterkingen aangevoerd. Panzerwagens van de marechaussee, die voorlopig naar de omgeving van de trein gedirigeerd werden, maar later weer werden teruggetrokken. De volgende dag veranderde er weinig in de situatie. Alleen werd het cordon rond de trein wijder gemaakt. Alles leek stil en onaantastbaar, tot de verzamelde wereldpers van grote afstand iemand over de spoorlijn zag wegrennen. Later op deze dag zouden in totaal 16 mensen uit het achterste deel van de gekaapte trein ongehinderd kunnen vertrekken. Op deze dag deed ingenieur Manu Sama, president in Nederland van de in 1950 geproclameerde Republiek der Zuid-Molukken, zijn eerste bemiddelingspoging. Later werd hij daarin onder meer bijgestaan door mevrouw Sumokiel. Bijlen eiste de gijzeling een derde slachtoffer. Een 31-jarige man die in koelen bloede werd doodgeschoten en uit de trein werd geworpen. Intussen waren ook de eisen van de Zuid-Molukkers bekend geworden, maar de regering weigerde pertinent aan deze eisen te voldoen. Contacten met de kapers beperkten zich voornamelijk tot het brengen van voedsel en medicamenten. In Bijlen werden intussen veel ambulanceauto's samengetrokken om mogelijke slachtoffers van een eventuele actie direct te kunnen afvoeren. Ook werd de bewaking verscherpt, waartoe eenheden van een panzerinfanteriedivisie naar het dorp werden overgebracht, waar ze alle toegangswegen afsloten. 4 doden en meer dan 50 gegijzelden. Dat is 7 dagen na de treinkaping de trieste balans van 2 gewelddadige acties, waarvan de definitieve afloop op het moment dat dit verslag moet worden beëindigd niet bij benadering is vast te stellen. Ik kreeg een telefoontje of ik wil bemiddelen. Ik heb me aangeboden. En toen werd mij gevraagd of ik bereid was met mevrouw Sumokiel samen te werken. Om samen naar de jongens te gaan. Zei ik, nou, mevrouw Sumokiel kent de jongens beter dan ik. Want die woont in Schattenberg. Nyonya Schelte datang sendiri jam 8 pagi, stop dengan auto di muka rumah. Lantas kita jawab untuk mevrouw Schelte bahwa beta bukan pemimpin. Lantas antum bilang sekarang kita orang tidak bisa berbicara politik karena itu anak-anak bilang dorang bikin tagal I punya suami. Terus beta ikut pergi di Western. Beta dapat berita bahwa itu anak-anak mesti stop dengan itu kereta api. Apakah memang ada ancaman bahwa akan diadakan tindakan di Maluku? Ya, beta bilang dorong mesti stop dengan itu kaping. Itu saja. In Wijster pendelen 4 onderhandelaars met aan het hoofd ingenieur Manu Sama tussen de trein en de beleidscentra in Bijlen en Den Haag. Vaak komen ze van hun bezoek terug met een gijzelaar. Zo komen de oudsten en de jongsten van de vastgehouden passagiers vrij. Het wordt koud in de trein. De nachtvorst werkt in het voordeel van de regering, al zal premier Den Uyl zich vrijdag 14 december nog erg somber tonen. 2 dagen later, op een vrieskoude zondagmorgen, gaan Manu Sama en mevrouw Sumokiel voor het laatst naar de trein. Als ze naar buiten komen zijn de kapers bij hen om zich over te geven. Even later stappen de 23 gijzelaars uit. Bij die overgave hadden we de afspraak gemaakt dat de kapers zouden hun wapens in of bij de trein neerleggen voor ons zichtbaar. Ze zouden met de heer Manu Sama en mevrouw Sumokiel naar buiten komen. Ze zouden daar bij die kop van die trein wachten tot wij op afstand daar genaderd waren. Wij zouden ongewapend zijn, dat waren we ook. We hadden wel de afspraak met de mariniers, dus als het verkeerd zou lopen zouden wij politiemensen onmiddellijk op de grond gaan liggen en de mariniers zouden
ingrijpen als dat nodig zou zijn. Nou, dat is geen ogenblik aan de orde geweest. Ik dacht dat ik schitterend nieuws had in dit stralende zonnetje. Enkele minuten geleden zag ik 4 Molukkers met de onderhandelaars naar buiten komen. Op dit moment zie ik rijkspolitiemensen en mariniers naar de ingang van de trein lopen, maar nog steeds geen gegijzelden. Er komen ook helikopters. Politie gaat zich opstellen.